willen we de loopbaan lopen. En willen we tot het einde volharden. Dan hebben we zicht op Jezus nodig. Ik roep u daarom op om op Jezus te zien. Ik las bij Enric Gray. Misschien helpt dat. Nee, dat helpt echt niet, juist niet. Maar ik doe het dan toch maar een keer. Ik las bij Enric Gray dat iedere kerkganger het recht heeft om op Christus te zien. En ik vul hem aan dat u niet alleen een recht hebt om dat te mogen doen. Hoort u het? U hebt een recht om het te mogen doen, om op Christus te mogen zien. Maar ik zeg u nog als aanvulling, u wordt liefelijk uitgenodigd om op Christus te zien. Want als u ziet op die hindernissen en op die diepe kuilen, op die teleurstellingen in uw leven, dan gaat u het niet redden. Dan vroeg of laat, dan ga je onderuit. Maar de Hebreeënbriefschrijver zegt, je kunt het alleen volhouden als je op Jezus ziet. Wat betekent dat dan? Nog een keer, niet hem fysiek uit te tekenen. Ik wil het zelfs geen eens. Ik wil Jezus niet zien hoe die was. Want zo is die niet. Want niemand heeft hem van ons gezien, fysiek met de ogen. Maar dat is ook het geheim niet. Het geheim is een geestelijk zien. Als je over hem hoort preken, hoort u dat eigenlijk wel? Of hoort u alleen de vloek van de wet? Of hoort u alleen maar verdoemenis? Of hoort u alleen maar dat hij rechtvaardig is? En dat hij de zonde niet ongestraft laat? Hoort u dat? Er zijn mensen die niks anders horen dan dit alleen. Maar hij moet ook verkondigd worden, het evangelie. Het is de man van smarten. Het is vaders welbehagen. Het is het liefste wat God had. De rechter van hemel en aarde, het liefste wat hij had. Dat heeft hij naar deze wereld gezonden, omdat u op hem zou staren. Doe je dat wel eens? Mijn moeder zei vroeger altijd, als je niet slapen kan, dan moet je schaapjes gaan tellen. Maar ik heb mijn kinderen iets anders geleerd. Ik heb gezegd, als je niet kan slapen, noem dan de naam van Jezus maar. Net zo lang totdat je in slaap valt. Heb u dat ook wel eens? Dat die naam zo dierbaar is. Omdat je het gezien hebt met de ogen van je hart. En niet alleen gezien, maar erop vertrouwd hebt.